In de vorige video ging Polterpup er vandoor met de sleutel die wij nodig hebben om het volgende maanfragment te bemachtigen. En dat doen we in de trektocht naar de top. Zijn jullie klaar voor een nieuwe boss battle? Doe dan een duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren. Let's go! Het is tijd om de griezelige deur te openen. Kijk je er ook zo naar uit? Oh, nee, hij is goed. Nee, hij heeft eigenlijk helemaal geen zin in, Luigi. Maar we gaan het wel doen, maat. Ja, we gaan het wel doen. Het fragment bevindt zich in de boomhut bovenin de grote boom. Zie je wel, we zaten er niet ver vanaf. En volgens mij ben ik daar al een paar keer dichtbij in de buurt geweest. Daar is de sleutel. Die is weer gemaakt. Ja, stop hem maar weg. Ik weet niet waar je hem nu gestopt hebt, maar het zag er niet goed uit. Anyway, ga naar de boomhut en vind het fragment van de donkere maan. Oh, en Luigi, de parascoop heeft zorgwekkende signalen vanuit de boomhut opgepikt. Sterke signalen. Oftewel, een zieke nieuwe boss. Daar is de deur. En zijn wij er dan ook? Gelijk, ja, we worden daar gelijk even geworpen. Dat is nice. Oh jee. Ja, daar moeten we wel naar binnen, Luig. Het ziet eruit als een hoofd. En we moeten de sleutel in zijn neus stoppen. Pas op dat er geen snot aan je sleutel komt zitten, Luigi. Zo, hoppakee. Eén keer naar rechts en terug. Ja, is dit goed? Ja, ja, de bek gaat open. We kunnen naar binnen. Oké, maar wat voor baas zou hier zitten? In het vorige huis, in het vorige kasteel, zat een hele grote spin. Dus ik ben benieuwd wat hier gaat zitten. Hele grote vleermuis? Hele grote meervluis? Wat is het? Wat is het? Gaat Luigi het nu zien? Zijn mond staat open. Oh. Oh, dit ziet er wel cool uit, man. Oké, wie ben jij dan? Wie ben jij dan en waar kom jij vandaan? Hij wil in ieder geval dat wij de griezeltrap opgaan. Moeten wij dan gewoon... Ik wou net zeggen, moet ik dan gewoon rechtdoor of hoe zit dit? Gaan we nu elke keer van de trap vallen? Oké. Ik denk dat we hier moeten, want hier zijn geen vlammetjes. Dus hier zijn geen vlammetjes. Hier waren net ook geen vlammetjes. En als ik het goed heb gezien, maar ik weet het niet zeker, hier ook niet. Oké, nu weet ik het niet meer hoor. Oh, van deze twee kwamen muizen. Oh, nu komt een muis. Die komt hier ook een muis. Oké. Misschien moet ik alle drie de muizen killen. En dat we dan een hint krijgen. Van de middelste is maar één keer een muis gekomen. Nee, van de linker is twee keer een muis gekomen. Moeten we de linker pakken? Oh nee, we moeten niet de linker pakken. Gaan we nu helemaal naar beneden? Wat? Gast! Helemaal naar beneden, gek. Ja, het moet de middelste zijn. Maar ik heb nu niet opgelet waar de volgende was. Is het ook de middelste? Ja. En dan? Kan ik een hint krijgen? Ik kan geen hint krijgen. Links hebben we nog niet zo vaak genomen, volgens mij. Ah, en dit is weer niet links. Nu moet ik rechts. Nu moet ik rechts. En dan moet ik straks links. En moet ik dan de middelste daarna? Zag ik dat goed? Heb ik dat goed gezien? Ja, dit heb ik goed gezien. En nu? Rechts? Ja. En nu? Deze trap is echt kapot hoog. Middel, middel? Nee, niet middel. We vallen zo ver naar beneden. Moet je nou heel ver vooruit kijken? Ik denk dat dat het is. Hè. Op een gegeven moment krijg je een hint. Maar dan moet je denk ik heel ver vooruit kijken. En dan links, rechts. En dan een paar keer links. Links, rechts. En dan een paar keer links. Hoeveel? Ik kon het niet precies zien hoeveel. Maar volgens mij minimaal twee. Midden? Of nog een keer links? Ja? We zijn er bijna, gek. Nu weet ik het niet meer, hè. Ah, we waren zo close. Links... Midden. Rechts. Alleen de laatste heb ik dan niet gezien. De laatste weet ik niet. Ah, oh, de ene laatste weet ik ook niet. Dan is de laatste links. Dan is het midden links. Ja, 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 het is midden links. Oké, daar gaan we jongens, daar gaan we dan. Midden. En de linker. En dan zijn we boven. Eindelijk. Wat een klus. En nu? Gaan we nu weer aanbellen? Een soort van dit zo keihard op zijn deur gooien. Oh, we moeten zijn deur kapot trekken. Ah! Dan kunnen we verder. Oh, oké, hartjes. Hadden we niet nodig per se. We zijn gewoon niet geraakt door spookies. Dat is top. Hallo? Is iemand hier? Hierboven? Op zolder? In de top van de boom. Oké. Klimmen maar. Wie is hier in de boomhut? Ah! Wat gebeurde er? Oh, moeten we vechten tegen een trap? Een bezeten trap. Oeh, pas op. Ik wou wel weggaan, maar het lukte niet. Oké, wat is de bedoeling? Wat is de bedoeling? Moet ik de trap beklimmen van... Ja, ik denk dat ik de trap moet beklimmen. Of niet, wacht even. Hij gaat nu vallen. Oh, kijk. Ja, dan moeten we nu deze pakken. En dan... Hatse flats. Dan komt er een spook uitgezet, hoor. Hier komen jij. Oké, dan. Kunnen we dit nog een keer doen? Oké, ik moet eerst eens de trap ontwijken. Oh, rustig. Rustig, Luig. Kijk uit. Bewaar gewoon je cool. Oh, dit gaat niet goed. Oh, dit gaat wel goed. Oké, cool. Ja, rennen maar. Rennen maar. Zijn gekke laserogen, man. Oké, ga weer springen. Ik vond... Oh, auw.
Nee, niet zo springen. Ik bedoel gewoon in de lucht springen weer. Springen maar. Ja, dat. Heel goed. Heel goed. En land. Dankjewel. Dat is precies wat ik wilde. Hartstikke idee. Daar is hij weer. De gek. Hier, kom hier. Ik trek je uit je jasje. En dan gaat hij weer hoor. Weer in zijn trap. Hij zal nu wel echt mega snel zijn, denk ik. Hallo, ik ben hier. Ik ben achter je. Oh, laseroog. Doei, laseroog. Gewoon rondjes rennen. Ik ren alleen maar rondjes. Oh, dat was iets te dichtbij. Auw, dat was iets te dichtbij. Rustig. Chill. Oké, dat is 3. Ga je nog een keer doen? Of ga je nu weer springen? Springen! Dank u. Kom maar hier, spookje. Kom maar hier, jij. Yes! Is dit het? Hebben we de spook? We hebben de spook! En? Ja, daar is het donkere maansteenfragment dingetje. Oké, fix die trap. Ja. Lekker. Top. Oké. Hopelijk zit er nu geen spook in. Ja, ziet er goed uit. Ziet er goed uit. Er was wel een spook daar. Oh, ik bedoel een spin. Pak hem. Yo, we hebben de volgende maanfragment. Ja, pas op hè, Luigi. Pas op dat je hem niet weer laat stelen. Polterpup is nog ergens hier, hè. Luigi, is alles in orde? Dat was alweer een indringer met een maanfragment. Wie had dat gedacht? Gelukkig wist jij wel van wanten met de lastige spook. Goed gedaan. Je hebt daar vast een mooi uitzicht, maar er is nog steeds werk aan de winkel. Zet je schrap, want ik hou je terug. Oh my gosh, daar gaan we weer. Kijk hem dansen. Kijk hem wiggelen. Kijk hem blij doen. Oh, kijk naar uit. Wat is dit? Dat is een bommetje. Er zit een bommetje vast. Wat ga je daarmee doen? Verbrand het anders. Oké. Oh, goed. Oh, we hebben gewoon 3 sterren. Volgens mij voor het eerst in mijn leven ooit in Luigi's Mansion 2. Lekker dit, zeg. Dat is wel even leuk. En we zijn weer terug. Sorry als het hier in de bunker nog naar popcorn ruikt. Oh, je hebt gewoon zitten kijken naar mij en popcorn zitten vreten. Het was zo spannend dat hij de popcorn niet kon weerstaan. Serieus? Laten we die indringen in de kluis opbergen, zodat we van hem geen last meer hebben. Ja, laten we hem even goed bekijken, want dat was wel een bijzonder spooky, hoor. Kijk dan, wat is dit voor gek spooky? Zijn dit nou zijn tanden of zijn ogen? Oké. Ik denk, het lijkt op tanden, maar waar zetten ze ogen dan? Echt een maf spookie dit. Hij heeft nog wat zitten broeden op theorie over die indringers. Het lijkt me geen toeval dat beide indringers fragmenten van de donkere maan in zich hadden. Voor ik het vergeet, laten we ons nieuwe maanfragment even schoonmaken. Oh ja, je moet nog even dat ding poetsen, hè. Ja, dat is waar ook natuurlijk. Die gaat weer op de platen spelen. Even lekker brushen. Kijk, die blinkt weer mooi. En nu moeten we dus hier naartoe. Is dit het Wilde Westen? Eens even kijken. Er is nog veel meer opgeklaard. Er is nu een nieuwe locatie, vast weer vol ongure spoken binnen het bereik van de telepixelaar. We gaan even een kijkje nemen. Ja, ik ben wel benieuwd wat dit voor gebied is, hoor. We verlaten de Woekertorens. Ja, met 3 sterren, dat is wel echt lekker. We gaan naar de oude klokkenfabriek. Oh. Dat klinkt ook leuk. Doe me denken aan die Mario Kart baan. TikTok klok. Of TikTok klok. Of whatever. Anyway, als je Mario Kart speelt, als je Luigi leuk vindt, als je Nintendo vet vindt, doe een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren. En dan zie ik je weer bij de volgende video. Mazzel.